We zitten hier voor een schilderij waarop afgebeeld is de zielen in het vaagvuur die om verlossing smeken. Mooie aanleiding voor aller zielen, want zo stelde men zich het feest van aller zielen in vroeger tijden voor. We zijn in het atelier van restaurateur Jan Broekhoff en ik ga aan hem vragen wat hij bijzonder vindt aan dit schilderij. Het schilderij was helemaal zwart geblakerd. Eigenlijk de figuren die ik een beetje zag, dat was de figuur op de voorgrond. Daar zag ik wat schijn zag ik daarvan staan. De lucht zag ik iets, een beetje roze-wit. En de rest was eigenlijk alles was zwart. En er zaten scheuren in de schilderij. Een paar winkelhaken zaten erin. Vind je, nu je dat praktisch klaar hebt, dat het schilderij al die moeite waard is geweest? Ja. We zien dus het schilderij in deze staat. Voor mij natuurlijk, waar een zwart geblakerd schilderij binnen heb gekregen. En ik zie hier hoeveel pracht Rutger van Langeveld, wat daar wordt naartoe geschreven, hoe dit eruit gekomen is. Zeg ik nou, het is wonderbaarlijk dat we dit schilderij hebben kunnen behouden. Ja, de hele compositie is natuurlijk gemaakt naar die kelk. Hè, dus waar vandaan de hostie die als een zon zijn stralen over het schilderij uitzendt. Het mooie vind ik ook, dus het bestaat eigenlijk uit drie verdiepingen. Hè? Dus het vuurgedeelte, het tussengedeelte en de hemel. En dat er dus twee tussenin zweven. De tijd van Rubens komt eraan. Je ziet gewoon dat er zoveel zware elementen in zijn gezet in de lichamen, wat nu niet meer gebeuren zou. En ze hebben een aantal hebben de betraande gezichten. Dus ze smeken naar omhoog. We zien op een verdieping hoger al twee gestaltes die door engelen in de hemel, daar is duidelijk te zien dat ze vleugels hebben, bij de hand worden gepakt en uit die narigheid daar beneden, uit dat branden van die vlammen, omhoog worden getrokken naar waar de hemel is. En de hemel wordt dan voorgesteld als een lichtende wolk waartegen de kelk en de hostie zijn afgebeeld en die duiden natuurlijk de aanwezigheid van Christus aan. U ziet dat daar de figuur die omhoog gaat naar de engel toe met een beetje blauw-roze wolk wordt afgebeeld. Ja. Aan de rechterzijde zit ook een engel. Dus je ziet het duidelijk aan de vleugels waar we het begin over hebben gesproken. De rechterfiguur, dit is wat minder afgebeeld. De schilderijen, de werken kennende van Rutger van Langeveld, de schilder dus, die heeft vaak in zijn schilderijen heeft hij wat lichtvlekken gemaakt. Wat mij opvalt bij die links met die blauwe mantel, of die dat blauwe kleed, in de verte doet hij wel denken aan andere afbeeldingen waar Christus in zijn opstanding wordt afgebeeld. Ja. Dus de ziel die opgenomen wordt in de hemel begint de vormen aan te nemen van Christus' opstanding. En die paters in de 17e eeuw hadden daar natuurlijk alle belang bij, omdat er waren een heleboel mensen van hun geloof afgevallen. Die waren protestants geworden. Die waren in hun beleving verloren gegaan. Of in ieder geval de verkeerde. Die zaten natuurlijk zeker in het vagevuur. Ja. En dan hadden ze daar toch de zorg voor dat er voor die mensen gebeden moest worden. Ja. Om die mensen te verlossen van de dwaalwegen waar ze op terecht gekomen waren. En die dan als vuur worden afgebeeld. En waar ze natuurlijk zelf ook het liefste uit tevoorschijn wilden komen.